De houten gevels zoals je hier achter ziet, die zijn opgebouwd met brandvertragend frakkeehout. De gevel is in zijn geheel geëngineerd volgens de richtlijn van bouwbesluit. En wij mochten voor Bikbouw meewerken om dit uit te werken en uiteindelijk ook uit te voeren. De samenwerking met Bikbouw heb ik al zeer prettig ervaren. We hebben de ontwerpvrijheid naar ons toegetrokken. Bikbouw heeft aangegeven wat hun belangrijkste kaders waren. Zoals bijvoorbeeld het niet in het zicht zijn van de nagels. En hebben het ontwerp aan ons overgelaten. Waardoor wij maximaal onze productiecapaciteit konden inzetten om het voor elkaar te krijgen. Het voordeel van houten gevelbekleding is dat het een natuurproduct is. En bijdraagt met een CO2-negatief bouwen. De uitdaging op dit project was dat de nagels niet in zicht moesten zijn. Het moest blind vernagelde gevel worden. We hebben hiervoor gekozen om alle delen prefab bij ons in de loods in Spijkenisse te maken, naar de bouw te transporteren en in een montagetempo aan de gevel te monteren. De historische waarde van dit project zie je in de gevel terug. De traliegevel zoals we hebben gemonteerd geeft recht aan de historie van deze plek.